I'm not getting stranded. I'm in a car. Nobody is Yes, what up? Dit is je boy QC. En nog steeds in het gebouw als een broodje per pauw. We back in it. En we zijn er weer. Met een nieuwe video. En jongens, wij gaan vandaag kijken naar boze karens. Kennen ze allemaal? Je hebt allemaal karens. Vooral in Amerika en ja, Nederland. Je hebt ze overal. Je hebt overal boze karens. Er zijn vrouwen die altijd boos worden met dingen bemoeien. Die er eigenlijk niet aan toe doen dan boos worden. Je tegen gaan houden. En zeggen dat ze politie erbij gaan halen. Je kent het wel. In ieder geval, daar gaan we vandaag eens naar kijken. En ik ben benieuwd wat we allemaal tegen gaan komen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel. Vergeet even niet te abonneren. Even snel. Wees geen Karen. Abonneer. En dan gaan we nu beginnen. Ja, toch. Recording me now? Hey, internet. This man and his Doberman just attacked me and my chihuahua. It's not a Doberman. Oh, jongens. Het gaat gelijk verkeerd. Ah, maar dat zag ik niet aankomen. Kijk, als een Doberman zeg maar een hondje aanvalt als dat, dan staat het hondje niet meer. En die mevrouw waarschijnlijk ook niet meer. Dus ik dacht al, is boos. Maar dan krijg je dit. This Doberman just attacked me and my chihuahua. Kijk, je ziet gewoon een Fluffy hier, jongens. Het is gewoon een lieve Fluffy. Dit is Fluffy Puffy. Fluffy Puffy is gewoon aan het chillen, jongens. Er is niks aan de hand. Not a Doberman. Oh, ja, precies. What are you doing? No. Ah, die kan zo een rolletje krijgen in Mokro Mafia. Oh, wat is er mis met deze maffia, man? What are you doing? No, he didn't. Hij doet niks. Police, I'm gonna call the police. Wat is er mis, man? Wat maken we allemaal mee? Hey. Yeah. Oh, jongens, ik kan nu al vertellen wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of ik dit heb gezien of dit vaker heb gezien. Maar dit is weer sowieso klagen over het geluid van de auto. Let op. Okay, I'll call you back. Oh. Hey, I have seen you around this neighborhood too many times. This is ridiculous. Your car is insanely loud. Ja, is een Lamborghini. No. There are children that live in this neighborhood. You need to drive somewhere. You know what? I'm calling the police. This is insane. Oh. Gaat ze ook de auto tegenhouden? I'm calling right now. This is insane. You cannot just be driving this loud car in this neighborhood at all hours. I'm calling right now. Don't you even think about going anywhere. This is ridiculous. Ja, en waarschijnlijk wordt ze alleen, weet je nog, als zo'n auto al 50 gaat, maakt die al geluid. Dus waarschijnlijk rijdt hij niet eens te hard met die auto. Ja, moeie maken. Run me over. Get off my car. Oh nee. Die denkt weer gelijk dat ze de hulk is. Die wil even een autootje tegenhouden. Tuurlijk. Zo voor jij gaat nergens. No, I'm not moving. Right, moving. Ja, die schrok er eventjes van. Hè. I'm not moving. You did not just honk at me. Ja, jammer dat we die klap dan nog niet zien die ze erop geeft. Ah, jongens. Moeimakers. Zijn moeimakers. Dat zegt ook gewoon. Je hebt niet naar me getoeterd. Jawel. Mooi je toch. Give me your phone. I'm moving my car right now. Get out of my car. Het gaat nog verder, jongens. Het escaleert. Close to my car and get away with it? There's literally room for you to walk. No, we're gonna stay right here till the cops come. Oh nee. Het is gewoon echt een moeimaker. It's okay, I'm sorry. He apologized. It's my fault. He apologized. Yeah, I know. It's and my... you know what? That didn't upset me. But yeah. The bitch ass hoe. Sorry. That told me to calm down. What I'd like you to do is apologize instead of being a bitch. You're calling me, sorry, but you're calling me a bitch. I'll set an example. I'm sorry. Sorry? Denk dat je bent DJ of zo. DJ Karen in de club, jongens. My kids can't hear me calling you a bitch. Your window's open. They can't hear me because they're listening to Kids Bop. Jongens, daar word je moe van. Oh, nee. Are you serious right now? Driving with a loud car in a neighborhood, in a quiet, safe neighborhood in front of an elementary school? You should be ashamed of yourself. I'm calling the fucking police. You're gonna Oh, yeah. What are they gonna do? Die gaat ook even politie bellen. They're gonna come and arrest you. Get in my face again. Come on, get in my face. They're gonna come and arrest you. They're gonna arrest you. Oh, you're filming? Hi, put me on the internet. Put me on Facebook. Bye. You. Dit allemaal, jongens. Put me let op dat laatste gezicht, kijk. Nou, die werd Link. Die werd Link. Dat is linkersoep, jongens. Pas op, hoor. Ma'am, you need to get off my property.
leave. Okay, you go right home now, in the tuintje. Because you're on my property, you need to leave. Oh, I'm gonna risk it. You need to leave. Oh, man, laat me met rust. Laat me met rust. Your plants are overgrown. I don't care. Get off my property. I'm going to con. I'm sending pictures to the HOA. All of your rubbish on the side of the road. Kijk maar even wat je doet. Don't put your hands on me. Oh, nee. Hij raakt er niet eens aan. Don't touch me. You have to be on the side of the road. Don't touch me. Wat is voor allemaal in Amerika, man? Dan hangt daar iets in de lucht, man. I have my rights to be on your property no, you to take pictures. No, you because can I know the HOA. Road. I know the you HOA. Can be on the road, but I know the property. HOA. No. I basically own your house. Oh, je zou maar zo iemand in je straat hebben wonen of als buren hebben. Oh, daar zou je toch helemaal moe van worden. Ik vraag me af wat de HOA is, maar volgens mij is dat wat de buurt bezit of zo. De mensen die makelaars die daar, in ieder geval mensen die daar grond hebben, ja? Ik denk dat dat het is. Get off her car. Oh, nee. Get off of her car. Natuurlijk. Nou, Karen, ga niet op mijn auto zitten, ja? Gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Weet je, ga ernaast staan. Ga schreeuwen wat je wil. Boeit mij niet. Maar ga niet op mijn auto zitten. Come on. You're sitting on her car. I'm not sitting on her car. I'm leaning on it. Leaning on it. Mevrouw, je zit er gewoon op. Can you get off her car? Ik zou lijp worden, jongens. Ik zou echt lijp worden. Get off her car. This is your right spot. Get off her car. Krista, this is your right spot. Ah, oh, dit meen je niet. Ik zat altijd te denken van, wat is het verhaal hierachter? Waarom is ze boos? Ik dacht misschien, ja, is het ergens niet mee eens. Maar zij vindt dus waarschijnlijk dat haar dochter voorrang heeft op een parkeerplek. Terwijl er genoeg parkeerplekken zijn. En dan gaat ze die auto soort van tegenhouden dat zij niet kan rijden om die parkingspot te pakken. Jongens, ik kan daar maar één ding op zeggen. Moei maken. Moei maken eerste klas. Oh, jij stapt uit. This is going right to the leasing office. Oh. Ze ging net filmen, jongens. Ik weet nog wat film is afgelopen, maar die was ready voor de Facebookgroep, hè? Die was ready. Oh, nee. Die is boos op de skateboarders. We got a Karen. Ze wil echt in beeld blijven komen. Kijk, als die camera weggaat, gaat ze mee. Oh, <Your ankle. laughs> Do you want me to leave or not? Zullen we hem tegenhouden? Do you want me to leave or not? You're blocking my way. We've got to leave. Die is spisseling. Oh. Yeah, we found a wild Karen right here. Karen in the wild. Oh, boy. Maar dan vraag ik me altijd af, hè. Dus kijk, als ze zo komen skaten in haar tuin, dan snap ik dat mevrouw boos is, snap je? Dit is niet eens van haar. Dit is gewoon een openbare plek. Ook al mag je daar niet skaten, waarom moet je bemoeien wat iemand anders doet? Denk je dat ik hier ergens door mijn stad heen loop op een plek waarvan ik weet van, oh, hier mogen ze niet skaten en ik zie een skateboarder hier langskomen? Denk je dat ik daar... Ik heb er niet eens zin in. Wie ben ik? Wie ben ik, zeg maar, om te zeggen van, hey, niet skaten hier. Ja, hoofdpijn, jongens, hoofdpijn. Schrik me de pleuris, man. Waar slaat dit op? Wie doet dit? Bro, fucking eng, man. Ik heb toch niet gevraagd om freak-out. Er staat wel Karen freak-out, maar ik heb nog niet gevraagd of ik wil freak-outen. Tering, man. Oh, die is niet blij met de boodschappen. Oh, ja toch, ja. Kom op, man. Oh. Mevrouw, gaat u dat nog betalen? Oh, die gooit alles eruit. Ja, ik vind het zonde. Ik wil het verhaal erachter weten. Waarom was zij boos? Waarom zou ze boos zijn? Was er iets uitverkocht? Ik weet het niet, jongens. I'm not turning around. I'm in a fucking alleyway. Get out of my way. I just left a fucking store down there. And I'm pulling out of the street. It does not say one way anywhere in this fucking alley. Oh. Ja, hij is een mannelijke Karen. Dat is ook een moeimaker, hoor. We zijn waarschijnlijk op bord gemist dat het eenrichtingsverkeer is. En dan heb je hier Jopie, ja, boze Jopie. Die komt ergens vandaan en die zegt van... Hey, dat mag niet in deze straat. Ik ga jou blokkeren met mijn fiets. What the fuck shit, man. Oh, maar jongens, als ik ergens niet tegen kan, zijn het zulke mensen, man. Wat ik al zeg, het is niet van hem dat terrein. Dan riskeert zij de boete. Geen woorden voor, jongens. Ah, wat is er mis met dit soort mensen, man? Dan heb je echt tijd te veel. Je hebt echt tijd te veel. Who grandmama this is? Bruh. Oh, nee. Who the Sunday dinner? Oh, nee. Who the
Oh nee. Oh, spannend. Die wil naar binnen, die wil naar binnen. Oh, die is boos. Oh. Oh, Lord. Die is sowieso dronken, jongen. I am legend. Oh nee. Ah. Ah. Hou op. Hou op. Oh nee. Oh nee, daar komt. Deze denkt dat ze een geit is, jongens. Ja, daar gaan ze. Kijk, ze zet zichzelf af. Hop. Ja, hoor. Die is dronken als f***. Oh nee, nee. Oh nee. Ja, jongens, dronken mensen, daar word je zo moe van. Vooral mensen met een agressieve dronk. Hier, laat maar naar binnen. Die guy is ook echt vervelend, joh. Gaan ze nog een keer? Oh, nee, joh, hou maar op. Ik vraag me echt af waarom zij zeg maar naar binnen wou. Ik denk dat het gewoon een kroeg is die al misschien dicht was. Waar ze nog wel met een paar matties zaten. Zij wil wijn, zij ziet een bar. Ze komt niet binnen, ze kan het niet aan. Wordt boos. Korte uitleg, gewoon suggestie. Je weet niet. Nou jongens, de koptelefoon is af en dan weet ik wat dat betekent. We zijn bij het einde van de video. Wil jullie bedanken. Ik hou van jullie. Later. Skuda! Your ass is grass. Do you understand? And if you... I'm done with you. No. Okay. Alright, I will. I'll be looking at them. You're supposed to be sheltered in place. Go ahead, put me on social media. You're a little pup. Seriously? Oh, man komt erbij. Wow, I'm so scared. Altijd die dreigingen.